Heel goedemorgen, deze marketsupdate verzorg ik voor BNP Paribas Markets. De positieve vibe zet door in de VS, zeker nu Chinese aandelen een fors herstel laten zien. S&P 500 tikte een nieuw record aan met een plusje van 0,4%. En de Dow Jones en Nasdaq sloten uiteindelijk 0,6% hoger. Binnen de chipproducenten schoot Micron fors hoger op de cijfers van de avond ervoor, maar Supermicrocomputer viel juist 12% terug. Er komt een onderzoek naar de recente jaarcijfers. En ondertussen ligt de olieprijs stevig onder druk. De OPEC wilde eerder ingestelde productiebeperkingen schrappen en ook Libië staat klaar om meer olie op de markt te zetten. Goud daarentegen beweegt gestaag richting de $2700 grens. En vanmiddag zal vooral gekeken worden naar de Amerikaanse inflatiecijfers. En de maatregelen die de Chinese centrale bank heeft genomen zorgden voor een behoorlijk succes op de aandelenmarkten. Zo beleefde de Hang Seng haar beste week sinds 1998 met een plus van 13% en voor de Shanghai Composite was het de beste week sinds de bankencrisis van 2008. En het was ook hard nodig, Chinese data over de winsten van industriële bedrijven liet een daling van bijna 18% zien over de maand augustus. Een maand eerder was dat nog een plus van dik 4%. De Nikkei handelde 1,6% hoger, de Chinese markten rond de plus 2,5%. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen ook op een licht hogere opening. En met het invallen van de herfst bleek een menig beursanalist op het verkeerde been gezet. Historisch gezien zijn juist de laatste twee weken van september geen goede periode voor de aandelenbeurzen. En dit keer zat het venijn aan het begin van de maand. En mede door de laatste twee weken kan het verlies voor de maand september redelijk worden weggepoetst. Het is nu aan oktober om te laten zien dat het een maand is waar de financiële markten, op een paar uitzonderingen na, vaak juist in de plus eindigen. Op de agenda vandaag werkloosheidscijfers uit Duitsland. We hebben consumentenvertrouwen uit de eurozone en uit de VS dus belangrijk de inflatiecijfers. En hebben we ook nog consumentenvertrouwen van de University of Michigan. Bij de analisten zet JP Morgan Philips op houden, koersdoel 24,70. Goldman zet Total Energies op houden, koersdoel 66. Goldman zet British Petroleum op kopen, koersdoel een kleine 7 euro. En Deutsche Bank zet Tesla op kopen met een koersdoel van $295. En maandag is er weer een markets update van BNP Paribas.